Vorige keer in Bootcamp. Maar er is een duo dat naar huis moet en vandaag zijn dat Cel en Marie. Wat gebeurt er hier vandaag allemaal? Echt waar, ik haat kamperen. Deelnemers zijn aangekomen in Hawaar bij de Outsider. En gisteravond kreeg ze het nieuws dat ze eigenlijk niet konden douchen en ook in tenten op een andere locatie moest slapen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zit met mijn ochtendhumeur. Kom je er heel snel uit. We gaan beginnen met de eerste opdracht. Goedemorgen. 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 Kater, verjaardagskater. Een kleintje, ik hoor het al. Goedemorgen, meisjes. Om jullie heel snel naar buiten, ik ga de eerste opdracht uitleggen, dus we beginnen direct aan. Hop! Elke minuut is echt super belangrijk voor jullie. Oh. Aaron, Aida! Dat is niet zoveel werk. Kom! Zijn jullie naakt? Ja. 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 Zeer naakt. Zo, oh, teleurgesteld terug. Naakter dan naakt. Je hebt ook kleine ogen, maar gast. Ze legt me met mijn Chinees brieven op plaat. Oké, eerste opdracht. Het is nu 7:55. Het is de bedoeling dat jullie terug beneden staan om 7:45. Wie daar niet op tijd is, die doet niet mee vandaag aan de opdracht. En die is heel belangrijk, want vandaag valt er 60 punten te verdienen. Begint er maar aan. Succes! Ja, Aaron, iedereen is al weg. We staan nog in de tent, hè, motherfucker. Ik ben misschien iets te snel geweest. Allee, komen. Allee, zo'n tent, ik heb nog nooit van mijn leven gezien. En ik denk dat er veel zijn die dat nog nooit hebben. Maar het is wel een handige tent. Ook een keer dat je weet hoe je aan elkaar zit, gaat dat fucking snel. Ja. Ja. What are you doing? What are you doing? Ben klaar. Goedemorgen. Jullie hebben niet gewacht op de rest? Maar eigenlijk was iedereen zo goed als klaar. Hi. Een wereld waarin de meisjes eerst klaar zijn. Ik zei het ook. Ja, de boys zijn daar ook al aan. Ja, jullie mogen nu wel rustig ontbijten. Ja, dat maakt niet. Maar we mogen ons niet douchen straks. Vanavond. We hebben al laks gedaan. Hè. Nee, we mogen niet douchen. Ja. Boekbang. Maar hé, hey, jongen. Allee. Nu is dat normaal. Maar je gaat trots zijn. Sorry. Allemaal fris? Ja. Goed gegeten? Goed, dan kan ik er niet veel woorden meer aan vuil maken. De opdracht van vandaag bestaat uit 3 delen. En hier beginnen we met het eerste deel. Vanaf ik start zeg, is de bedoeling dat jullie naar de persoon van TechMac lopen die daar staat. Mm-hmm. Op dat punt krijgen jullie een kaart. En het is de bedoeling dat jullie binnen het half uur navigeren naar de rode cirkel. Het eerste duo dat daar aankomt krijgt 10 punten. De duo's die daarop volgen 5 punten. Komt je niet binnen het half uur aan, 0 punten. 3, 2, 1, go! Succes! Oké, onze tactiek is iedereen volgen. Links. Mijn benen zijn al moe, man. Ja. That ass. Look at that ass, girls. Weinig van achter. Wow, we zijn er al. Oké, kaart pakken, Joni. Ja. Kom, we gaan al wat verder. Puta. Oh my god. Oké. Okay. We moeten niet altijd het water volgen, gewoon. Ja, we moeten gewoon het water volgen. Oké, het kan wel even. Anders snap dat het nog niet. Let's go. Kom, we volgen in hond. Kijk dat. Adrexien is belangrijk. Is echt belangrijk, blijkbaar. Deze is Den Berg, dus we moeten aan de andere kant van Den Berg. Ja, waar is Den Berg zo gezegd? Deze? Is dat die brug hier al? Nee, toch? Ik ga gewoon naar een van die bruggen lopen. We hebben ze van, denken we. Jee. Zo rond, hè. Wat is het? Fuck. Ja, terug, hè. Oh, dan moeten we gaan lopen. Ik ben gewoon bang dat we aan de verkeerde kant van het water zitten, hè.
Pour passer là, et à un moment donné, il y a des petits garages, il y a un petit garage à se relever, vous montez ce sentier-là. Mais et... kunnen we naar boven, of niet? Ja, we kunnen naar boven. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Monsieur, bonne journée. Nu moeten we gewoon zien voor die meisjes zijn, want zo, het foe. Ik ga het lopen. Zie dat precies iets, man. Ik voel me aan het zweten. Shit, man. Oké, gooi dan. Pas op, dat is een afgrond. Eerst eens? Ja, is het? Ja? Oh, we zijn te laat, zo. Man, het is nog maar 1 minuut, hè. Nou, op tijd. Ja? Wat? Echt? Echt of hè? Ik ben het in de laatste minuutjes nu ingegaan. Blij. Hoe lang nog? 5 punten gepakt. Goed. Ja. Zou het 30 uur al gedaan zijn? Wat zou je? Ja, los, los. Kijk, tijd zit erop. Jullie zijn de enige die je kan te pakken. Boys. Ik heb hier al zo keilang aan het wachten. Ja. Dit is leuke tv. De teleurstelling filmen. Wil jij je, Jarno? Goed. Ja. Ja. Maar wat doet Aaron, man? Wat doet Aaron? Aaron, hoe fluit jij? Oh, hij is wel aan. Ja. Als we het nu niet gehoord hebben, dan zijn we echt aan de andere kant van de berg. Uit de tijd, hè? Ah, daar zijn jullie. Oké, we gaan het eerste deel van de dag, allee, de halve van de voormiddag, afronden. Punten zijn gescoord door Aya en Aaron. Het zijn er 10 voor jullie. Eli en Joni, jullie hebben 5 punten, want jullie waren nog binnen de tijd binnen. En de rest is jammer genoeg geen punten verdiend, maar er valt hier nog veel meer te verdienen. Dus we gaan eens kijken wat de volgende opdracht is. Oké, jongens, we staan hier bij een grot, beter ja, gekend als de Steinlein. Ah, jullie gaan hierin, maar zonder licht. Dus op tast. Echt? Volledig, ja. Jawel. Iedereen die in de grot gaat, verdient 5 punten per persoon. Dus 10 voor het duo. Er is nog een bijkomende opdracht. Elk duo krijgt 1 emmer met een open waterfles mee. De fles mag de emmer niet verlaten en moet heel huids aan het einde komen. Het duo dat het meeste water overhoudt in de fles krijgt 10 extra punten. Wie wil er beginnen? Oké, dat is duidelijk. Gaan we dat doen, hè? Ik vind dat wel zo dat ik eigenlijk zomaar zeg van ja, let's go. Maar dat is kei leuk. Ja, ik denk dat dat echt leuk gaat zijn, maar normaal gezien zou ik nooit zo iets doen. Tactiek is mijn haar in die fles steken, zodat we een stop hebben. Alex, ja, rustig uit. De camera's kunnen in de grot kijken aan de hand van infraroodlicht, maar voor de kandidaten is het pikdonker. Ik dat ik u niet zie. Probeer mij eens aan te raken, zoek mij. Ja, ja, oké. Maar waar is het? Rechts, links? Recht naar beneden, precies. Een beetje rechtdoor eigenlijk. Dat is holy water, hè. Dat is holy water. Dat zorgt ervoor dat je eeuwig jong bent. Je moet zo denken dat je aan het einde van de grot bent. Ja, maar van water blijf je eeuwig jong. Gewoon genoeg drinken, jong. Ja, ja, maar dat is enige water waar je enige jong van kan blijven onthouden. Dat je onthoudt dat goed. Succes! Thanks. Oké, wacht, Hanna. Wacht, ik val gelijk vast. Oei. Gewoon goed communiceren. Ja, ik probeer een hand te zoeken. Ah. Wat? Ik moet eigenlijk niet meer. She's dancing like a stripper. Het is deze dag, dat is deze dag. Goed dan. Dus er gaat echt perfect. Waar zit je? Hey, ik heb los. Blijf gaan. Je bent hilarisch. Het is precies alsof we onder ons bed zitten, gelijk een klein kind en zo. We zijn zo alle spullen aan het vinden die vroeger onder ons bed verstopten of zo. We hebben dus geen plan. We gaan gewoon proberen. Ja, ja. Ik heb ook wel... Scheetje. Scheetje? Ik heb ook wel schrik, maar niet van vastzitten of zo, maar ik weet niet. Voor het water. Ik moet er al scheetjes van laten, jongens. Kom, ik heb wel in die grot. Ja, ja. Ik vind deze echt rare shit. Je ziet niks, hè. Ik voel alleen. Voelen kan ik wel plezant vinden, hè. Maar niet op deze manier. Gaat het lukken, denk je? Gewoon dat water stevig gaan. Op het gemaakske en de grot een beetje verkennen. Oh, ik ga overkomt zitten, overkomt. Ja. Waar ik naartoe moet. Oké, Alex, hoe is het met water? Wacht, ik ben een klein beetje naar moest. Ik denk dat je nu wel recht kunt komen. Sketchy business. Ik ga volgen, hè.
Ja. Ik voel me echt zo'n spinnetje. Dat gaat nog goed. Die lijn was in de toekomst. Wacht. Ben jij dat? Ja. Wacht, Kun jij dat even proberen ergens aan te geven? Ja. What the fuck? Gaat dat lukken of niet? Ah. Dat water is heilig. Dat is jij, ik breek botten van dat water. Ik ben water kwijt. Wat? Heel saai, bitch. Waar? Maar jongen, hier is toch een gat? Kom. Wacht. Duw mijn arm naar de richting waar we moeten. Oké. Okay. Ja, ik zie het! Yes! Goed, meid. Woe! Alex, oké. Ah ja. Wat een team! Ja! Yeah. Okay. Oh, and there was light, and then there was... Light, op, op. Zijn we er lang? Ja, zijn er. Amai. Nu niet vallen. Oh, fuck. Het is wel een beetje vuil in mijn water, maar... Hey. Bella. Ik zie licht, man. Wacht, ik ga je duwen. Wie gaat erop, Bella? Ik ga je trekken. En jij moet naar achter trekken, is dat zo? Dat ik met mijn boek daarop kom. Ja, ik ga je gewoon trekken als een bitje, weet dat. Dat is goed. Dank je. Hey. Wacht. Hey, stop. Geef me een fles eigenlijk. Dat is gelijk nieuw gekocht of zo. Die gaan weer terug op balk moeten. Ja? Ja, ik zit weg. Maar dat is een small test. Ja. Oké, chill, hier is een beetje plaats. Ça va? Ja. Hoe was het? Spannend. Maat, niet er terug in, hè? Dat is zo leuk, ik wil nog eens. Hoezo? Ik ging erin en ik wist al shaky. Ja. Moeilijk? Voor je ook of niet echt? Kom eens hier gewoon, denk ik. Denk je? Wat was dat? Dat was gewoon om te bekijken of ik... Nee, maar jullie daar zijn aan het praten. Nee, ja, andere kant. Oh. Wat? Fles mij aan de grond. Serieus? Ik had het. Wie was er zo aan het gillen daar? Nee, die had al om te kijken waar je al waard. En they are still alive. Oh, no. Amai. Dat had heel snel heel fout kunnen gaan. Ik zou zeggen dat we er niet te veel tijd aan verspillen. De flessen die beginnen we gelijk, zeker? Yes. Goed, iedereen is binnen. We hebben alle flessen terug. De kleur is wel verwonderlijk bij jullie. Ja, bij ons is dat echt extreem vuil. Maar we hebben wel veel doorgegeven. En als je met die vuile duim daarin zit... Oké, en dan de drie jongens. Teams naast elkaar. Die middensten. Allee, 10 punten erbij. Komen naar Jarno. Jullie winnen 10 extra punten bovenop de 10 punten die elk duo kreeg om in de grot te gaan en het volledig af te ronden. Kijk goed gedaan, dat was opdracht 2 van de 3. En dan gaan we nu door naar de volgende. Hè. Ready? Dan gaan we. De zon is er duidelijk doorgekomen. Zie ik aan de jongens. Welkom. Dank u. Bij de pamperpaal. Weet iemand wat er gaat gebeuren? Ja, klimmen en dan moet je er recht van bovenop gaan staan. Moet je jumpen naar daar en naar beneden. Wow. Hij is fucking ver, man. Dat lijkt echt ver. Eens dat je er staat, is het minder ver. Ik heb het net gedaan, maar ja, dat staat niet op beeld natuurlijk. Er valt bij deze proef 30 punten te winnen voor je duo. Per persoon krijg je 5 punten als je naar boven klimt en boven op de pamperpaal gaat staan. Springt je naar de trapeze, nog eens 5. Blijft je hangen aan de trapeze, nog eens 5. Jullie moeten ook elkaar helpen met het beveiligen van de persoon die omhoog klimt. Dus we willen 3 personen langs deze kant en 3 personen langs de andere kant. Wie wil er beginnen? Ah, ja. Ah. Ja? Alles, ja. Oké, dat is goed strak hier. Je kunt dat, Aaron. Nu rustig doen, dat je niet valt, hè. Kom aan, Aaron. Dat is 5 punten, Aaron. Ja? Je moogt op je tempo. Oh! Dat is echt iets lossig, hè. Exciting. Ik hoop dat mijn schouders niet hebben gegeven als ik spring. Oké, hij doet het toch goed, hè? Je moet wel loslaten. Kijk voor u. Dat is 5 punten, Aydan. Focus. Voilà. Wow.
Wat een moedie, hè. Jullie als volgende? Ja, Eva eerst. Want jij had een beetje schrik, hè, Alex? Beetje veel. Beetje veel? Ik ga het wel doen. Dat is gewoon van, ik ga dat doen, want dat gaat super eng zijn. Niet panikeren, hij zei keigroet. Je gaat niet eens moeten springen. Ik heb er zin in, maar toch een beetje stress. Beetje stress. Ik hoop dat ik daaraan ga geraken. Ze gaat snel. Go, Eva. Wacht, hè. Je linksbeen verzetten. Naar... Zet je voet waar die... Ja, ja. 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 Goed. Ja. Voilà, 5 punten. Man, dat is echt geen stabiele paal. Ah, thanks, Eva. Sorry, Alex. Die is kei stabiel. Ja, ik zie het. Fuck, die gaat dat pakken. Kijk, hè. Oké, Alex, ik heb nog een paar tips. Je kruipt straks naar omhoog. Allee. Voordat je op die paal staat, moet je echt zorgen dat je super stabiel staat. En je moet pas proberen recht staan als je voelt, ik sta stevig. Ja. Kom op, Alex. Pak je tijd. Super goed bezig. Oh man. Is dat twee? Zeg, ja, ik denk het. Ja. Ja. Je kunt niet vallen. Je kunt niet vallen, man. Ja, je kunt niet vallen. Oh, laat me nadenken. Dat is fucking eng. Je bent al boven, het testen is gepasseerd. Dat is waar. Dieren? Ja. Goed. Oh, zet je rechtervoet een keer bovenop dat ding. Zet ik mijn knie tussen mijn benen doe. Oh my god. Hand naar buiten. Ja, zo. En dan je andere voet. En nu moet je gewoon duwen. Kom aan, Alex. Echt vast. Ja. Goed. You got this. Ja, duw. Wacht, rustig. Dus ik ga even kalm allemaal. Duw uit je benen, Alex. Ja, strek je benen, Alex. Je bent er. Ja. Goed, Alex. Oké, Gulder hebt mij. Ja, tuurlijk. 3. Ik zal van 100 aftellen. Kom aan, Alex. Ah, kom aan. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1. Ah! Oh my god! Wat is er gedaan? Je hebt het zo gedaan. Voilà. Allee, kom hier. Allee. Wat is het? Je hebt dat keigoed gedaan. Oh, ik heb geprobeerd. Ik dacht echt dat ik eraan ging geraken. Ik weet niet hoe ver ik ervan zat. Allee, kom, rustig. En gewoon omhoog gaan met die benen. Oh my fuck, dat was snel. Strekken. Ja. 5 punten. En... Hoppa! Hey! Een slover. Het is weer zo een. Who's next? Ik ken jou. Ça va? Ja. Zeker. Ik was echt nog wel na te trillen. Ik wilde naar je broer kijken in plek van Alexandra. Ja, wel. Hij was niet aan het opletten, zei Jarno. Hij was aan het playen met Alexandra. Mama. Goed. Ja. Oh my god. Recht. Wat een spel. 5 punten. En nu ja. What the fuck? Ja. Leuk. Goed bezig, Shannetje. Hi, Slitje. Oké, even focus. Goed. Ja. Amai, zo snel. Ja, amai, die vloog er ver over. Die wou erover, erdoor duiken. Come on, Shannetje. Maar zeker, Slitje. Die spieren, dat is echt niet normaal. Gewoon rustig. Wat een tank. Gewoon rustig. Klaar. Hey, maat, dat spant wel je benen even. Nog tips voor Chloe? Want zij gaat nu. Dat gaan we doen. Just do it. Tip, hè. Nee, maar Laat me even in de zomer. Rust gewoon. Soms denk ik echt zo, waarom in mijn leven zou ik op een fucking random paal in de bos gaan klimmen just for fun? Dan doe ik het toch. Ja. Oké, goed vertrokken.
Oh, jong, is lenig. Oh, jong. En nu het andere beentje. Ja, Chloe, goed. Goed zo, Klo. Ga ik dat halen? Ja, ja, haal dat, haal dat. Ja. Ja. Kut. Kut. Maar wel keigoed gedaan. Jammer dat ik hem niet geraakt heb. Ja, jammer dat ik hem niet gehaald heb. Maar heb je gevoeld? Ja, ik heb hem gevoeld, maar ik kon niet blijven gaan. Dat is oké. Kom aan, Hanna. Hoe bezig, man? Kijk niet naar beneden, kijk naar voor. Mijn ogen zijn toe. Ja. Goed, Hanna. Goed. Oké. Okay. Ik zie totaal niet hoe ver dat is. Spring gewoon zo ver mogelijk. Oké. Ja. Amai, dat is ik had liever gewoon naar beneden gesprongen. Dat was echt een stomme poging. Maar ja, je hebt recht te staan. Ik ga niet voor niks opdoen. Geen goed, hè? Niet zo flexen. Iedereen blij met het resultaat van vandaag of niet? Dat kan toch niet uit. Leidt dat je af? Ja, dan ben ik zo aan het kijken naar hoofd, maar dan zit je daaronder te bewegen. Ja. Grenzen werden weer verlegd. Heel veel punten verdiend. Tussenstand eens bekijken. Aan het einde van deze driedelige opdracht is de score als volgt. Kobe en Jarno staan aan kop met 266 punten, gevolgd door Eli en Joni met 260. Eva en Alexandra sluiten de top 3 af met 255 punten. Voilà, dat was het voor deze aflevering van Bootcamp. Volgende keer sturen we jammer genoeg nog een duo naar huis, dus zeker kijken. Let's go! 3, 2, 1, Bootcamp! Volgende keer in Bootcamp. We gaan gewoon pompen totdat je bij neervalt. 5, 6. 7. Op deze kaartjes staat hoeveel keer dat jullie partner heeft gepompt. Hey. Ja, de 22 kan ik al zeggen van wie dat is. 55. We hebben het net al gezegd. Een duo gaat ons vanavond nog verlaten. Ik zag het ook aankomen. Ik zeg toch stop.